Goedemorgen. Welkom op de laatste vlog hier vanuit de Jelle Kliniek. Op de Jacob Obrechtstraat nummer 92 in Amsterdam. Mijn detox zit er volledig op. Ik ben ready om naar huis te gaan. Ik ga me melden voor mijn medicatie en vervolgens ga ik aan de eettafel. We komen terug, dan pakken we de boel in en dan gaan we hier weg. Dus, blond. Hartstikke blond. Laatste keer meten of niet? Nee? Oh ja, natuurlijk. Nee, ga maar. Ja, natuurlijk. En nasty. Ja, dat is het allemaal. Ik zeg toch, ik heb een hartslag. Ja, is het toch wel, als je een hartslag zei. Is het dat gaat me voorlopig nog niet zien. 128, 122. 86. 83. Weet je zo, hè? Dus ja, ik krijg mijn laatste medicatie, mensen, van de verpleging hier. Ja, nou, dat kan ik helemaal krijgen. Are you ready? Ik ben ready, zeker. Ga je dit doorleggen? Ja. Oké. Zo. Wat zit erop? Even dit weg. Nou ja, dit zal dan de laatste keer zijn hier, hè? In de keuken. En ja, we gaan het moeten missen. Hi. Hi. Ja, de B-groep. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen, mensen. Wie weet. Ik zal eens even bellen. Zo, dit is... dit moet hem zijn. We gaan weg. Ik moet nu met de snelheid van het licht naar mijn kamer. Met de snelheid van het licht moet ik naar mijn kamer. Want ik moet inpakken. En eigenlijk met 2 minuten uitchecken hier. Dus! Inpakken, wegwezen! Hey! Hey! Inpakken en wegwezen hoor! Oké. Hallo! Waar is mijn koffer, boy? Neem je koffer daar? Mooi van spullen inpakken is dat je deel kan bonken gewoon. Bonken, deze zijn niet weer. Gewoon bonken. Dit is niet Sani. Dat
Dit huis. Dat was deze. Nou, al mijn spullen hier. Oeps. Even door mijn lusje heen. Kijk hoe dik mijn oog direct is. Dit mag weg. Wat is het antwoord wat ik zoek? Dus ik heb het antwoord gevonden. Ik kan niet wachten om jullie daar uitgebreider over te vertellen. Mijn whiteboard. Maar het antwoord gaan we schrijven op dat witbord thuis. Kussen hier. Kussen daar. Kirafaya. Tapu tapu. Varelo kogwe in het anja. Kogwe. In het anja. Ik heb een map. Dat ik hier op de kast staan. Met papieren. Oeh! Dat moet je ook. Goed, we balen. Goed, goed. Doei! Ah. Hallo? 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 De lift? Je vindt me, alsof ik ga emigreren naar een ander land. Ik heb wat een trap gaan, maar de lift is voor jou. Ja, heel graag. Ik moet nog heel even. Is Samir op de afdeling? Waar zijn die anderen? Klein moment, ik moet even gedag zeggen. Samir is denk ik in de keuken. En die andere. Ja, die zijn boven, maar de mensen van de oude groep. Oh, ze zitten allemaal hier. Sorry dat ik stoor. Lieve mensen, goedemorgen. Ik ga er vandoor. Hey. Ja? Succes! Wat zeg je? We gaan je missen. Ja. Ja. Ik ga op je site kijken. Ingelijks, findercreator.com. Ja, findercreator. En ik heb een hele vlog gemaakt van de hele week. Maar goed, jullie zijn niet mijn doelgroep hoor. Maar je mag koekeloeren wat ik verder in mijn leven ga doen. Dankjewel, ik wens jullie allemaal veel succes. Veel succes. Zorg heel goed voor de buren, de nieuwe groep. Als laatste. Helemaal achterin heb je dat bord met hartjes. Je kan een leuk creatief hartje maken. Je kan daar 3 wensen op schrijven. Dat maak je dicht, dat plak je dicht. En bonk het bij het hartje erbij. En geef die informatie en kennis ook door. Dan weten stappen mensen wat het bord betekent. En hopelijk kom ik hier niet terug. Maar als ik terugkom, wil ik dat bord heel vol zien. Ja? Ja? Bye bye, ciao. Doei. Hey. Kabel, 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 kabel. Zie je hoe dat soort dingetjes gaan? Ja? Doei. Komt goed. Ja, Michael, ga ik even contacten, ja? Oké, komt goed, schat. Doei. Are you ready? Yes. Oké.
Hi. Ik heb die kamer zo vies achtergelaten, ze hebben me gehaast, hè. Ik wou mijn kamer zo schoonmaken zelf, maar helaas... Helaas moet ik je vragen om het voor me te doen. Ja. Maar dankjewel. Hey, wel, sorry. Ik dacht van ben jij, man. Ik ga je nacht. Gaat je goed. Hou je sterk, man. Ga je missen, hè. Oké, bro. Doei, doei. Nou, volgens mij heb ik iedereen gehad. Nu ben ik ready om weg te gaan. Dankjewel. Oké. Mag ik gewoon zo vrij naar buiten lopen? Wat raar. Je bent ontslagen. Ja, weet ik veel. Ik kom hier binnen. Ik kom dag 1 binnen. Oh, dus de deur wordt achter je dichtgedraaid hier. Ja. Soms ben ik ben echt met nul informatie binnengestapt. Ik denk, oh, de deur gaat achter me dicht. Dan denk ik, oh, dat komt allemaal binnen hoor. Ja, maar ik begrijp het, weet je, als je hier binnenkomt, moet je, mag je voor mij niks wandelen zo, of en dan mag je niet zullen. Ja. Nee, maar het concept van de detox is me hier pas duidelijk geworden. Oh, oké. Okay. En ook de complexiteit, hoe gevaarlijk het eigenlijk ook is. Ja. En waarom we verplegers aan het lopen. En geen gewoon hulpverleners. Ja. Oké. Okay. Ja, ik gooi eruit, moet je met hem even. Oh. No. Dit zijn die momenten dat je batterij leeg is. Oh. Oh, zijn we er al? Ja, goeie. Oké. Even wachten. Yes. Bye bye. Meneer, succes hè? Succes. Ja? Zet hem op. Dag schat, doei. Bye. Doei, komt goed. Nou, je ziet alweer een nieuw iemand komt alweer binnen. Ja, dat komt goed, joh. Absoluut. Thank you very much. Mazzel. Doei. Succes. Later. Doei. Is er nog... Kijk, de draaideur gaat open. En we staan buiten. Frello ook weer. Minetantje. Hey, vrijheid. Oké, maar welke kant is de metro? Dan sta je buiten hier. Welke kat gaan we nu op? Freedom! Maar laten we even die batterij gaan vervangen. Zo. Daar gaan we dan. Met mijn koffertje. Met zoveel spullen. Toen ik deze kant op kwam, ben ik met een taxi gekomen, toch? Omdat ik niet te laat hier aan wou komen. En nu, oké, rij dan. Rij maar. Ik ga niet te laat aankomen. Ik had ook niet al te veel spullen. Maar mama, via deze kant loop, ik weet sowieso dat ik deze kant moet zijn. Maar we lopen nu even naar de tram. Met de tram gaan we naar een metrostation. Ik heb geen idee welk metrostation. En vanaf daar... pakken we de metro richting huis. Superleuk. En weet je wat vrijheid is? Ik kan letterlijk nu gaan en staan waar ik wil. Als ik nu naar Frankrijk wil gaan of Italië, kan ik. Dat is wat vrijheid is. Tot zo. Vaststellen dat ik met een bewijs loop om aan te geven dat ik grond heb en op grond daarvan mag u mij niet weigeren. Oké? Okay? Ik was niet op de hoogte dat er een nieuw dingetje is en ik ga nooit met het openbaar vervoer. Dat is wat ik u aangeef. Dus we kunnen in discussie gaan. Dank u wel. Gaat u verder? Ik ben interject. Jongen. Jullie gaan echt voorbij het doel wat de bedoeling is. Ik kan er ook niet aan doen dat er elke week een nieuw formuliertje is wat je moet uitprinten. Ik heb het formulier niet zelf gemaakt, ik heb het van de overheid geprint. De huisarts heeft het ingevuld.
Dus ik heb één heftige discussie hier met de mensen van het GVW. Die ja, sorry. Ik heb er gewoon ik heb er niets mee. It is mandatory to wear a face mask that covers your mouth, nose, and chin for your entire journey. Lukt het? Ja. Dank u wel. Goed. Nadat ik een paar Surinamers heb uitgescholden. Ik weet niet wie zijn moeder ik heb uitgescholden, maar iemand zijn moeder op de GVB heb ik echt uitgescholden. Je hebt de verplichting om te informeren. Het is een kleine moeite om met het juiste bewijs te lopen, maar dan moet je weten dat je niet het juiste bewijs meer hebt. En als er sinds juni wijzigingen zijn geweest, heeft GVB me niet bereikt met die koude wijzigingen. Dat kan je gewoon normaal doen. Die vrouw was geïrriteerd op twee witte dames die richting de uitgang liepen. Dus ze jaagde ze al weg. Ze jaagde die twee dames al weg. En toen kwam ik binnen. En vervolgens zag ze natuurlijk ook dat ik geen mondkapje had. Dus ze was al geïrriteerd. Ik zeg, wil je mijn mondkapje zien? Gewoon normaal. Ik laat het zien. Ja, het is niet goed. Ik dacht, oh. Ik ben gaan zitten. Moet ze gewoon communiceren met de collega voor. Geen tijd voor die bullshit. Maar we gaan naar de metro. Maar dan ga ik naar huis. En zomaar komt de andere vrouw ook willen bemoeien. Hou je snuit dicht. Want ik sprak niet met jou. Maar ik ga wel dat andere bewijsje halen. En regelen. Want dit zijn die onnodige discussies die je aan het voeren bent. Wat niet nodig is. We lopen richting de metro. Nog een laatste stukje. Kruip Arena. Uitstappen van linkerzijde. Overstappen lopen tussen 44, 47, 66. Streken voor en trein. Zo, welkom op het station. Hoeveel? Welkom op het station. En we lopen richting huis.
is 5 minuutjes lopen, minder zelfs. En dan zijn we bijna thuis, hey! Zo. Ah! Oeh! Ik heb mijn huis al gezien hoor. Ik heb het al gezien. En ik zie het. Maar voordat ik naar mijn huis ga, zie ik iets verontrustend, man. Echt verontrustend. Laat me even hoor, want ik ben het niet eens. Kijk iets hier. Ze halen die bomen weg, kom. We gaan gelijk komen, Dieke. Hallo. Ik ben even weg en jullie verbouwen gelijk de straat, hè? Als ik je zeg dat dit 1, 2 prachtige bomen zijn. Die, ik ga ze heel even vragen of het wordt gesnoeid of ze weg worden gehaald. Ik denk dat ze gewoon worden gesnoeid, want hij heeft eentje laten staan. Kom. Moet voorzichtig zijn, want niemand heeft tijd voor een tak op je kop. Yo! Kijk, kom maar kijken, ze zijn bezig. Alles goed? Hij blijft wel staan, toch? Ja, hij ziet me. Hij blijft staan, toch, de boom? Die boom blijft wel staan, toch? Oké, okay. Is een prachtige boom, maar goed werk, man. Doei. Oké, okay, gelukkig blijft hij staan. Die boom. Want, het is, ja, je ziet er nu totaal niets van. Kijk daar. Even een bruggetje, zeg maar. En die twee bomen daar. Geloof me. In de bloei is het prachtig, prachtig, prachtig. En ik loer al heel lang naar die bomen. Ik denk altijd al, ja. Ze staan daar ter versteviging natuurlijk van het water. Of van die brug. Dus nee, natuurlijk gaan ze het niet weer halen. Maar ik schrik er wel van hoe heftig ze zoiets dus snoeien. Ze snoeien zo'n boom dus kennelijk vrij heftig terug. En dan gaat hij weer uitschieten en nieuwe takjes maken. Oké. Okay. Ja, zo wordt hij waarschijnlijk niet groter. En kan hij nog wel heel wat jaren blijven staan. We gaan richting mijn huis. Wat ze ook hadden gedaan, ik weet niet wie dat gedaan heeft, is heel verschrikkelijk. Kijk deze boom. Top, je ziet het? Ik ga het je zien. Iemand heeft, legaal of illegaal, hier bij mij voor de deur. Dit boompje 3 jaar geleden gesnoeid. Dus dit is van 3 jaar geleden gesnoeid versus zo zou je eruit moeten zien. Is een gigantisch verschil. Nou is het voordeel wel dat je auto minder vies wordt. Maar ik vind het een beetje jammer dat dat gebeurd is. Maar goed. Ik zie gelijk een stuk post. Een paar man. Ah! Dag huis! Zo. Ai ai ai. Sleutel. Hier. Oeh. Ai, 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 ai. Basie Doro. Doro, Doro, Bi Doro. Basie Doro, Bi Doro. Hey. Tabaka Doro. Voor Coleta Faya. Wat ruikt het hier? Komt dit binnen, je ruikt gelijk iets. Hi boy. Se. Look for me Doro. Oké. Okay. Kijk, we zijn nu gelijk getuigen van een momentje. Hallo. Nou was mijn anusreef, steef je pot Santa Barbara. Nou, kijk hier. Jij mag hier erbij. Hoppa. Hallo. Kom poer niet zoek. Laten we de schoenen weghalen. Hallo. Oh, is met Sterralures kom ik binnen. Ja, hallo. Is met Sterralures komen hier. Hallo. Met Sterralures.
is met sterrenlinders komen binnen. Hallo! Hallo! Midoro, Midoro, Bashadoro, Midoro, Midoro, Bashadoro. Hey! Hallo? Hallo, huis? Kijk, weet je die mensen die huisdieren zouden hebben? Dan zouden die huisdieren komen springen. Nou, ze is tof, wat springt op me af hier, maar verder dan dat is alles precies hoe ik het achtergelaten hier. Maar goed, we zijn ook maar 2 weken verder. Maar een hele bijzondere 2 weken dat wel. Een hele bijzondere 2 weken dat wel. Wat ik jullie dus kan vertellen. Kapot mijn telefoon. Zelfs mijn bord ligt nog hier. Mijn zus is in mijn huis gekomen. Stel je voor dat je het even voor me recht zet. Vooral je bent er niet. Zal ik het even recht zetten? Niemand die iets aanbiedt van oh, kopot dat of zo even netjes. Nee, want nee, die egocentrische beesten. Maar goed. Dan kan ik mijn dingen komen doen zoals ik het wil doen. Hallo. Ik ben thuis. Dat is de bedoeling. En daarmee komen we eigenlijk ook aan het einde van de hele vlog, hè. Mijn avontuur bij Jellyneck Kliniek. Wat 2 weken geleden daar is gestart. En de journey gaat eigenlijk hier verder thuis. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor de steun. Ik ben weer hier in mijn huis. En ik ben met een bijzondere energie hier binnen gestapt. Een ontzettend motiverende energie om verder te gaan. En eigenlijk door te blijven zetten datgene wat ik al gestart ben. Goed voor mezelf zorgen. We hebben van plezier in het leven. En dat op een duurzame manier. Nogmaals dankjewel. Ik moet me lekker acclimatiseren. Ik ben binnen. Ik ga een kopje thee voor mezelf zetten. En lekker op een stoeltje zitten en genieten van mijn huis. Dankjewel. En ik zie je snel. Leuk dat je er was. En like en abonneer uiteraard. Hè? En ik zie je sowieso bij de volgende vlog. Maar dan gaan jullie zien hoe ik dit huis ga omtoveren tot... beetje bij beetje ga omtoveren tot mijn eigen koninkrijk weer. Was het al. Maar nu een koninkrijk wat alleen mij zal dienen. En degene die ervoor kiest om... Om hier te hebben. Ja, ik kan wel 20 keer dankjewel zeggen, maar ik denk dat jullie de boodschap wel snappen. Find the Creator is signing off.